Opeens was ik een soort wie van de drie aan het spelen. Ja, welke van de drie vind ik het ergste wat ik had gezien op tv? Ja, en dan begin ik met die Jinek, ja. Want die zat ineens aan tafel met de Caroline en met de Jacques van LTO. En die zei van, ja maar, laat die boeren dan een andere baan zoeken. Dat zei ze gewoon, met die arrogantie ook. Hoe kun je nou op die manier zo over die mensen praten? Oh, ja, die Jinek. En toen ik die had gezien, toen kwam ineens Wortelboer, Emma Wortelboer, het zegt mij allemaal niks, vrienden. Dat is dan zo'n soort van een meisje van, kijk mij eens alles durven zeggen. Ja, dat zien wij, Emma. Ja, geweldig. Leuk hoor. Ja, zo'n soort nationale flap uit. Oh, wat leuk, ja. En die zit dan op tv en die zegt dan in één keer, trouwens, waarom krijgt zo'n meisje dat platform, geen idee. En die zegt dan, Groningen is een kutprovincie. Nou, zeg. Geweldig hoor. Stoer, ja. En dan wordt zo'n hele provincie, wordt er boep, zo even aan de kant geschoven. En die mensen die hebben het al zwaar genoeg. En met het gas. En met de rapel. En FC Groningen ook nog eens een keer gedegradeerd. Dus ja. En trouwens, Groningen, de stad, is een geweldige stad dus. Waar heb je het over? En dat kan allemaal maar passeren op tv, vrienden. Ja, en toen kwam als klap op de vuurpijl, en daarom moest ik kiezen wie van de drie vind ik het ergste. Toen kwam die van de Burg, die staatssecretaris, ja, van asiel. Ja, en die komt daar een beetje bij de hier populair doen. En dan ging het over het vertrek van die Wiersma. En toen zei hij, ja, het vertrek van die Wiersma, dat vind ik eigenlijk wel kut. Oh, dat vinden we kut. Nou, stoere taal ook weer. Ook weer belachelijk voor een politicus. Maar goed, dat gaan we leuk doen. En ja, maar weet je wat, Van den Burg, weet je wat nou kut is? Ja, Ter Apel, dat is kut. En daarom moet jij dat soort woorden helemaal niet gebruiken. Want daar is nu ineens een burgerwacht nodig om de boel een beetje in het gareel te houden. Daar hebben de mensen nu honkbalknuppels en ijzeren staven achter de deur, omdat ze zich niet veilig voelen. Mensen kunnen niet eens op vakantie. Ze zijn bang dat er in hun huizen worden ingebroken. En dat is allemaal aan de hand. Ja. En dan gaat zo'n man daar een beetje populair zitten doen. Nee, Ter Apel. Hey, dat beleid van jou, van de Burg, dat is kut. Nou, in ieder geval, toen moest ik die keuze maken. Ja, eventjes vergaderd met mezelf. En de uitslag is, Van de Burg is de winnaar.